Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor het eerst weer eens een eventingwedstrijd met Henzo. En we gaan vandaag in het L. Dat is ook meteen ons L-debuut. We dachten een beetje gang maken. De B ging vorig jaar hartstikke goed. Maar hij heeft al wel ook weer wat meer ervaring opgedaan. Dus we gaan gewoon meteen L. Dat betekent wel ook dat we dressuur moeten doen. Want B is meestal zonder dressuur. Dus dat wordt wel nog een uitdaging. Maar ik ga hen zo nu invlechten. En ik moet pas om 4 uur rijden of zo vanmiddag. Maar het is wel even ook een end met de vrachtwagen en zo. Dus ik ben nu hier al om 10 uur op stal. En dan ga ik nu hen zo klaarmaken. Ik ben nu aan het vlechten, aan het knotten. Eerst doe ik er altijd staartjes in, zodat ik goed kan afmeten hoe breed het moet zijn, zodat het allemaal een beetje dezelfde grootte heeft. En daarna ga ik de vlechtjes erin doen. Mama is nu de knotten aan het opsteken, want ik kan dat niet. Ik heb een sigaar nodig. Oké. En Henzo die is lekker annoying. We zijn bij het laatste knotje aanbeland. Zo, Henzo staat op de wagen. Ik heb ook al achter zijn kalkoenen ingedraaid. Hoef ik dat zo niet meer te doen. We zijn er helemaal klaar voor. Ik ben hier zo aangekomen op het terrein van Manege Beukers. En net even naar de zee geweest. We gaan nu het parcours lopen. Ik ben even aan het wachten op Marenka, want die heeft mij aangemeld net. En die zou hier naartoe komen. En dan gaan we verder parcours lopen. Ik heb hier dus 1 en 2 al gelopen. Dus 4 is een soort van dubbelding. Mooi smalletje. Ja, dit is echt, dit durf ik niet. Dit is ook niet zomaar een greppeltje. Dit is het alternatief voor als je de trakener niet durft. Wat? Hè? Het water in. En dan moeten we ook die 13 er weer op. Maar die boom gaat eraf.
ik ben klaar met dressuur. En het was echt een meevaller, denk ik. Ik heb mijn punten nog niet trouwens. Want dit was de allereerste keer dressuren, zeg maar, tussen de hekjes. Ik heb alleen nog maar thuis in de bak corona dressuur gereden, zeg maar. Dus ik had verwacht dat hij echt compleet afgeleid zou zijn, niet stuurbaar en zo. Maar hij deed het eigenlijk boven verwachtingen goed. Dus ik ben heel tevreden al. En nu zijn we even aan het wachten. En ik denk dat ik nog even naar het parcours ga kijken. Het springparcours. En dan kunnen we zo meteen weer gaan opzadelen voor het springen en de cross. Ik heb net mijn dressuurpunten terug. En ik heb 63,5%. Dus dat is iets in de 180. Dus dat is echt gewoon perfect. Ik ben super tevreden daarmee. Echt boven mijn verwachtingen. Ik ben super blij. Dat hoort ze niet. Ja. Normaal pak ik als het maanden. Ze... Ja. Kan nu niet. Nee, dan moet je aan een knotje vastpakken. Zo. Oh ja.
Ja. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, go in de kerst. Ja, goed zo, kom maar. Kom op. Ja, goed zo, ga maar. Kom op. Ja. Ja! Zo, kom. Ja, kom. Kom op. Kom. Ja, goed zo. Goed zo. Ja. Zo'n rondje dragen, strak je af door de zadel op, een hij deed het zo ontzettend goed, Marinka. Afstappen? Zadel, beenschappen af. Hou jij hem vast? Ja. Kun je ook mijn zweep vasthouden? Ja. Wat? Fantastisch, foutloos. Wauw zeg. En hij ging rennen, Marinka. Hij had er zin in. Hij pakte zo goed aan. Hij was echt perfect gewoon. Ja, als je wil. Hij is heel graag achter dan in de
doen. Ja. Hallo. Mag ik jou aaien? Hey. Wat ben jij lief? Hi. Ah, wat ben jij lief, zeg. Ben jij een lieve koe? Ben jij een lieve koe? Ja. Dit is een beetje baby nog. Ben je gewoon klein? Oh. Je bent wel een lieve koe. Nou, wij zitten weer in de auto, in de vrachtwagen. Nu op weg naar huis. Ik heb hier mijn dressuurprotocol. En ik heb nog 190,5 punt gereden. Wauw. En ja, ook wat minder goede cijfers, maar er zat ook al een heleboel zevers tussen. En het springen was foutloos. En de cross was ook foutloos. In ieder geval geen weigeringen, niks. Deed hij echt super. Ik weet niet of wat voor tijd ik heb gereden. Ik had ook niet mijn horloge om. Maar ja, ik ben er echt super tevreden over. Hij pakte zo goed aan. Hij galoppeerde uit zichzelf echt super. Hij vond het gewoon zo leuk. En hij, ja, hij deed het echt top gewoon. De uitslagen staan er nu helemaal op. Ik ben het springen dus foutloos. En met de cross heb ik 1,6. Was het? 1,6 fout voor de tijd. Want ik ben te snel. Nou is het me hiervoor nog nooit gelukt om binnen de tijd te rijden. Dus om snel genoeg te zijn. Ben ik vandaag met hen zo te snel. Nou, ik kan het gewoon niet geloven. Maar we hadden ook wel echt goed de smaak te pakken. We gingen echt lekker voorwaarts. Henzo die had echt door wat hij moest doen. En ik ben ook nog derde geworden. Er zijn geen prijzen verder omdat het nog een meetmoment is. Maar dus je kan wel het klassement zien online. Dus ik ben echt ontzettend trots op mijn 5-jarige baby met zijn L-debuut. Hij was ook de allerjongste daar. En nou, hij deed het echt gewoon zo goed. Ik ben zo trots. Ja, dit belooft echt heel veel voor zijn toekomst. En ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hobbel, we zitten nog steeds in de vrachtwagen.